De kans om een mooie koers op te gaan bestaat er altijd. De escalaties van 17 februari tonen aan dat het plaatje daadwerkelijk kan worden veranderd. Maar dat kan alleen als de rust in de samenleving wordt behouden. Socioloog Kirti Algu gelooft dat transparantie en luisteren naar elkaar dit proces kan helpen verwezenlijken. De ingrediënten om een land te besturen zijn vaak genoeg simpeler en eenvoudiger van geest. Als we maar bereid zijn om die complexiteit en dat belangenspel en dat zogenaamde politieke realiteit waarmee allerlei andere machtige groepen zich bezighouden, gewoon aan de kant te schuiven. Dus nogmaals, ik vergelijk het met een huis hoor. Als een huis in de fik is en er is een sloot voor je met water en je buurman, die rijke buurman beheert die sloot, ga je wachten totdat die rijke buurman je toestemming geeft om water uit die sloot te halen. En je gaat direct beginnen. Dus je gaat heilige huisjes moeten intrappen. Algu wijst erop dat Suriname een set aan uitdagingen heeft als kleine gemeenschap. Het is opmerkelijk dat er nu een absolute onderlaag bestaat die aan het groeien is en volgens Algu een ander patroon van waarden en normen kent. Hun rolmodellen zijn anders, hun motieven zijn anders. Je hoort me niet zeggen dat je dat allemaal moet goed praten, maar je moet het begrijpen, wil je het oplossen. Wat we nu meemaken is dus dat we een absolute onderlaag hebben die groeit, die troebel wordt, die een totaal ander normen- en waardepatroon kent. De vicepresident noemt dat de ghetto youth. Ik zie dat als een serieuze uitdaging voor onze gemeenschap. En nogmaals, het stigmatiseren, etnisch stigmatiseren gaat niet helpen. We moeten voorkomen dus dat ze groter worden. We moeten ervoor komen om te voorkomen dat ze een serieus probleem gaan vormen in onze gemeenschap.